Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag really mijn best wel grote haul van alle boeken die ik heb gekregen en gekocht in maart. Ik heb hier, als het goed is, 18 boeken om aan jullie te laten zien. Ik weet niet wat er is gebeurd deze maand. Er zijn in maart super veel gave boeken uitgekomen. Er komen in april nog een paar leuke uit en in mei. Dus die hals worden ook weer tof. En ik heb een beetje gesplurged wat niet de bedoeling was dat ik ging kopen. Maar er waren een paar goedkope boeken. Dus. Ik heb gewoon een grote haul voor jullie. Vinden jullie niet erg? Mijn portemonnee wat minder. Allereerst heb ik hier de Raven Cycle in het Engels. Ik heb deel 1 en deel 2 al in het Nederlands. Maar deze werden niet verder vertaald. Dus heb ik ze besloten om in het Engels te lezen. Dus ik heb naar de audioboeken geluisterd op Storytel. Echt een super aanrader. Ze worden voorgelezen door Will Pattern. En ik heb er enorm van genoten. Dus ik wou uiteraard ook de boeken eindelijk, de gehele collectie, in mijn boekenkast hebben. En ik heb besloten deel 1 en 2 ook te kopen. Want look how pretty they are. Ik heb hier dus als eerste The Raven Boys. Het eerste deel in The Raven Cycle. Van Maggie Stiefvader. Dan heb ik hier deel 2, The Dream Thieves. Deze was kapot. Volgens mij heb ik dat laten zien. Oh, volgens mij heb ik deel 1 al gehaald. Maar dat maakt niet uit. En deel 2 ook, maar die was kapot. Dus ik heb nu een nieuwe gekregen van Book Depository Story. En de oude mocht ik houden. En hoefde ik niet terug te sturen. Dus die heb ik aan Brigitte gegeven. Misschien mijn favoriete deel of het laatste deel is mijn favoriet. I don't know. Blue Lily, Lily Blue. En het laatste deel, The Raven King. Het slotdeel in dit fantastische kwartet. Echt, als je nog niet hebt gelezen, lees het. Dan ga ik natuurlijk naar Dutch Comic Con dit weekend. Marieke Nijkamp komt daar ook bij de ABC Book Center. Dus als voorbereiding erop wou ik ook graag haar nieuwste boek lezen voor ik je loslaat. Dus deze heb ik gekregen van HarperCollins. Ik ben er doorheen gevlogen, dus jullie lezen hem. Dus jullie horen er ook meer over in mijn wrap-up van maart. Super fantastisch boek en it's such a pretty cover. De sneeuwvlokjes die je hier niet echt in ziet, maar het zie je wel echt, die glimmen. En it makes it so pretty. Dan kreeg ik van Karakter een mailtje of ik de deel 1 van de Darkest Mind trilogie van Alexandra Bracken wou lezen. En dit is de overlevende. Ik ben heel benieuwd naar deze serie. Ik weet niet zo goed waar het over gaat. Alleen dat gaat over kinderen volgens mij met speciale gaven. Die worden misbruikt, gebruikt. Ik weet het niet helemaal, maar hij schijnt echt super leuk dystopian verhaal te zijn. Dan hebben jullie natuurlijk ook in een weekvlog, volgens mij weekvlog 2 gezien, dat ik naar de boekpresentatie ben gegaan van het tweede deel van Sebastien de Castel Spelsinger serie. En dat is Schaduwzwart. Heel jammer, deze is een paperback. En ik heb die andere in hardcover en die zijn zo mooi. Maar ik vind de paperbacks wel echt super mooi. Deze glanst mooi en de letters zijn omhoog en de achterkant is dan weer juist mooi mat. Ik vind het überhaupt hele mooie boeken van Meis en Maas. Spelsinger gaat over Kellen. En Kellen wil een Jan Tjep worden. En om een Jan Tjep te worden moet je drie magische proeven doen. Maar Kellen heeft dus geen magische krachten. Dus hij gaat manieren bedenken om toch een Jan Tjep te worden zonder magische krachten. Terwijl een Jan Tjep juist een tovenaar is. Dus. Dan het volgende boek heb ik ook als recensie-exemplaar gekregen van Blossom Books. En dat is het de companion vervolg op Werdermeer van Tahara Maffi. En dat is Welkwoud. Ik zie zo uit naar dit boek. Oh, deze cover is zo mooi. Welkwoud gaat over een meisje, waarschijnlijk dit meisje. Ik weet eigenlijk niet hoe ze heet. Lailee? Ik denk dat je het zo uitspreekt. En zij heeft dus als baan om de doden te wassen voordat ze worden begraven. En als ik het goed heb, helpt dat ook met het overgaan van de geesten, zeg maar, naar het hiernamaals. Er staat hier ook, dit pers is een sprookje, begint op de ijzige koude avond. Dus dat klinkt wel als een andere wereld waar verder meer zich in afspeelt. I don't know, ik ga hem snel lezen en dan laat ik jullie weten of ze ook apart te lezen zijn of dat het veel leuker is als je ze samen leest. Dan kreeg ik van Zwiek een mailtje of ik hun Zwiek, dat is de app waar jij dus jouw verhalen, korte verhalen, lange verhalen, of alles kan delen qua schrijven. Super leuk. Of ik hun beste verhaal van 2017 die de juryprijs heeft gewonnen wou lezen. Want die is dus gedrukt. En die heet Oorverdovende Stilte van Mirjam de Vries. En dat klonk me dus wel leuk. Dan kreeg ik van Brigitte niet zozeer de tip, maar meer de opdracht dat ik Showstopper moest lezen van Hayley Barker. It is so gorgeous. Oh my goodness. Zien jullie dat? Oh, it's so pretty.
Ik weet dus ook alleen wat Timer erover heeft verteld. En dat is dat je een circus hebt. En als je bepaalde krachten hebt, dan kom je in dat circus terecht. Maar er wordt neergekeken op dat circus. Deed mij gelijk denken aan The Greatest Showman. Maar er is meer aan de hand. En we volgen dus de koordanseres Hoshiko. En de andere Ben, de zoon van de machtige minister. Dat zijn gewoon dan uit totaal verschillende werelden. En als ik het goed heb, wordt Ben geobsedeerd door Hoshiko als hij haar ziet koordansen. Maar dat weet ik niet. Zij zei gewoon dat er meer aan de hand was met het circus. Wat gewoon echt dit boek heel tof maakte. Dus ik ben benieuwd. Ik luister naar mijn boekenvriendinnetje. Als zij zegt go read it, then I will read it. Dan heb ik hier nog een recensie-exemplaar die ik heb gegeven van de Fontein. En dat is het vervolg. Het tweede deel van The Royals van Erin Watt. En dit is dan Verraad, het vervolg op Verleiding. Ik heb natuurlijk recent Verleiding gelezen, omdat jullie die hebben gekozen voor mijn TBR. En ik moet wel snel verder lezen, want dat was al super vermakelijk. En ik denk dat dit een hele leuke serie is om te bingen achter elkaar te lezen. Alhoewel ik ook wel een beetje zin heb om deze in de zomer te lezen. In de zomervakantie wat luchtiger. Maar I don't know, ik weet niet of ik me tot zo lang kan laten liggen. In ieder geval deel 2. Dan heb ik hier nog een boek die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Ja, een beetje mosselijk. Deze heb ik van John gekregen. Die wist niet welk boek ik wou. Dus ik mocht er op mijn verjaardag zelf in uitkiezen. En hij was dus binnengekomen. En ik heb gevraagd voor alle sterren. Het laatste boek uit de Luna Chronicles die ik nog moest hebben van Marissa Meijer. Dus ik ben totally happy. Want nu is mijn hele Marissa Meijer collectie compleet. Inclusief een handtekening en zinder. Luna Chronicles, voor wie niet weet waar het over gaat. Het zijn hertellingen van sprookjes van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sneeuwwitje. Zo. Maar dan net even wat anders. En dan met een beetje sci-fi en magie en superleuk. Dan hebben mijn ouders weer met de vriendenloterij een boek gewonnen. En die mag ik dan uitkiezen. En nu was het een kleine collectie, dus ik mocht niet heel veel kiezen. Maar deze stond ertussen en dit is Ikigai, het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven van Frances Mirales en Hector Garcia. Ze zijn niet Japans, dus hoe weten zij dan wat het Japanse geheim tot geluk is? Maar goed. Dus ik was wel benieuwd wat er in het boekje stond, of het gewoon totale onzin is, of dat je er wat uit kan halen. Je had ook The Cluttering of My Life of zoiets. Dat was ook van een Japanse schrijfster. Dat was ook echt een super interessant boek. Een hele interessante gedachtenstel en zeker om te lezen hoe het bij haar is ontstaan vanuit haar cultuur en uit haar jeugd. Dus ik was hier ook benieuwd naar. Maar ik dacht dat het door Japanners was geschreven. Dat is dus niet zo. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik deze nog niet laten zien. Maar die komt wel in een vlog. Maar die vlog heeft een beetje vertraging. Daar deed ik ook een mini haul. Ik ben dus naar het evenement van Marissa Meijer gegaan in Eindhoven. En voor wie het niet weet, een van de mooiste boekhandels zit in Eindhoven. En dat is Vampieren. Ik noem het altijd Vampier. Maar schijnbaar is het Vampieren ook prima. Dat is echt een van de mooiste boekhandels met een van de beste collecties. 5 kasten vol met young adult. Een hele verdieping met Engels erboven. Met enorm veel young adult en enorm veel fantasy en sci-fi. Dus ik ben echt dol op. Buiten het feit dat ze voor een bak hadden staan met boeken voor best wel goedkoop. Normaal staan er altijd van die oude chick lits of van die oude literatuurboeken in. En nu stonden er gewoon 3 young adult boeken in. Die ik dus heb gescoord. Allereerst heb ik hier Lola and the Boy Next Door. Dit is het tweede deel in een companion serie. Volgens mij heet die Anna and the French Kiss. En dat is ook het eerste deel van Stephanie Perkins. Deze was €3. Dus het was deel 2 van een serie die ik ooit nog een keer wou lezen. So I bought it. Want het zijn gewoon luchtige romans. Dus over verliefd worden, een nieuwe stad, et cetera. Gewoon cute, fluffy, super nice. Dan lag er in de bak ook dit boek, De Chronieken van Been van Cassandra Clare, Sarah Reese Brennan en Maureen Johnson. Ik ben natuurlijk al heel lang geleden begonnen aan de serie van Cassandra Clare. En ik ben bij de eerste 3 boeken toen aan die andere serie begonnen en dan moet ik weer terug. Maar dat is er nog niet van gekomen, gaat wel komen, maar ik wil wel mijn collectie compleet hebben. En deze hoort daar dus bij. Dit zijn novelles, volgens mij vanuit het perspectief van Been, Magnus Been. Ik weet ook niet of het alleen maar over Magnus Been zijn. Is op verschillende snippets. Volgens mij verschillende snippets. Omdat hij is een tovenaar in de wereld van Cassandra Clare. En volgens mij heeft hij verschillende cliënten. En volgens mij gaat het daar gewoon over. I don't know. Er zitten tussendoor comic tekeningen in. Wat ik echt zo leuk vind. Zo'n leuke toevoeging. Hier, dit scheidt dus het hoofdstuk. Deze was €5. Moet in mijn collectie. Dus dan kan ik hem beter voor €5 kopen dan voor €20. Hij lag ook gewoon in de winkel voor €20. En deze was gewoon ingepakt in plastic voor €5.
I don't get it, but I'm on board. En het laatste boek dat ik daar heb gekocht is het tweede boek van Jenny Han. En dat is PS, ik hou nog steeds van jou. Het eerste boek is van aan alle jongens van wie ik hield. Waarin ik ben begonnen, omdat Jenny Han naar Nederland kwam. En hij is gesigneerd en ik ben nooit verder gegaan. Dit zijn ook boeken die wil ik lezen op het strand. Ze zijn super leuk. Dit zijn gewoon de... als je niet zo van contemporary houdt, dan zijn er wel een paar contemporary die je moet lezen, waaronder dus deze serie. Dus dit boek was 6 euro of 5 euro en die andere 6 euro, I don't know. Ik vond het helemaal prima. Ik wil hem nog steeds hebben en nog steeds lezen. En voor 6 euro, yes please. Het verhaal gaat volgens mij over een meisje die heel veel crushes heeft gehad op jongens, maar dat het nooit iets werkt. En zij heeft dus brieven naar die jongens geschreven en die brieven lekken dus uit. Wat klinkt als een disaster. Dan heb ik als voorbereiding op Jaalfest heb ik de 100 gekocht. Het eerste deel in de 100 serie van Cass Morgan. Ik heb gehoord dat je hier heel erg doorheen vliegt. Dus ik ben benieuwd. Deze ga ik straks als eerste beginnen. Dit gaat over een wereld waarin de aarde radioactief is geworden door oorlog. En de mensen zijn dus gevlucht naar de ruimte. Nu willen ze terugkomen naar aarde na 100 jaar. En om te kijken of de aarde bewoonbaar is, sturen ze dus 100 tienergevangenen naar de aarde om uit te zoeken of ze daar overleven. Het is een beetje gruwelijk. Dit boek bevat sowieso heel veel gruwelijk. En dat vond ik ook zo tof aan de serie. Het is echt dystopisch in de zin van wat moet je doen voor jezelf om te overleven en wat moet je doen voor de mensheid om te overleven. En we zijn al aangekomen bij het laatste boek, jongens. Het laatste, mooiste boek van deze hele haul. Weten jullie welke het is? Het is Bloed en Beenderen, heb ik gekregen van HarperCollins. Deze is van Tommy Adeyemi en het is such a gorgeous boek. Het is niet normaal. Oh my gosh. Ook zij komt naar Jaalfest. Ik heb al vaker vaag verteld waar de boek over gaat, want ik weet het alleen nog maar vaag. Het gaat over een wereld waarin de mensen met magie, die heten de Magi, die zijn uitgeroeid door de koning of koningin die aan de macht is. En wij volgen dus een meisje die een Magi is en die wraak wil nemen. Dus hij gaat op een quest om wraak te nemen. En misschien om de magie terug te brengen of misschien gebeurt het verloops. I don't know, oh my gosh, en er zitten hier allemaal rode vlekjes. It's so pretty, iedereen's favoriet gelijk meteen als ze het hebben gelezen. Dus ik ben benieuwd. Dat was het dan voor deze video. Ik weet niet hoe ik een thumbnail ga maken met al die boeken vasthouden. Dus ja. Laat weten of je naar Jaalfest komt. Laat weten of je naar Dutch Comic Con komt. Ik ben er bij beide, zeker bij Dutch Comic Con beide dagen. En ja, misschien tot daar. Zo niet, dan tot in de volgende video. Doe zeker een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes naar al deze boeken, naar mijn socials en mijn blog staan in de beschrijving. En ik zie jullie heel snel weer. Doei! Dit is denk ik de bovenste van deze stap. Zullen we kijken hoe hoog we hem kunnen maken? 5 euro. Ha.